Dit is het verkeersjournaal voor de regio Haaglanden van dinsdag 19 februari. In Delft wordt vannacht op de N-470 gewerkt. Op de kruising met de Buitenhofdreef en de Laan der Verenigde Naties worden oude hoogspanningskabels verwijderd. Er staan verkeersregelaars om het verkeer langs de werkzaamheden te begeleiden. De werkzaamheden starten om half twee vannacht. Om vijf uur, voordat de ochtendswits begint, moet het werk klaar zijn. In Delft vinden deze maand werkzaamheden plaats in de wijk Harnaspolder. Op de Kristalweg wordt een brug vervangen. De nieuwe brug komt op de kruising van de tuindersvaart en de glaskloksingel. Fietsers, voetgangers en autoverkeer worden omgeleid. En de omleidingen staan met borden aangegeven. Voor de zomer moet de brug klaar zijn. Houd dus rekening met eventuele vertraging in de wijk. En als laatste, werkzaamheden in het Westland. Op de burgemeester Kramerlaan worden de wegversmallingen vervangen. De werkzaamheden zullen ongeveer acht dagen in beslag gaan nemen. Vorige week zijn de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, en deze week wordt de weg afgesloten. Het gaat om dit gedeelte van de weg. En verkeer kan in beide richtingen omrijden via de Van Alkemadenstraat, de Sportlaan en dan de Veilingweg. Eind deze week, dan moeten de werkzaamheden klaar zijn. En dit was het verkeersjournaal voor vandaag. Alle informatie staat ook op Teletext, pagina 165 en op onze website. Heel graag tot morgen. Dag.